Ik loop in de Brugstraat in Vinkel. En als je hier dan toch loopt, dan kan ik beter een keer zeggen van dat de Vinkelenaren blij zijn dat Den Bosch bij Vinkel is gekomen in plaats van Vinkel bij Den Bosch. Dat is wel zo gasvrij. Ter hoogte van nummer 4, dit perceel, daar zie ik nu een redelijke nieuwbouw staan. Dat zal een jaar of 4, misschien 4,5 jaar oud zijn. En daar zit een supermarkt in. Koop, daar ga ik zo meteen naar binnen. Het is de enige supermarkt hier in Vinkel. Maar wel mooi om te vermelden is dat voor deze supermarkt er stond, hier de familie Nielen een monumentaal boerderijtje had. De Kleine Hoef, die stond hier. En uiteindelijk is die boerderij opgekocht en is men hier gaan ontwikkelen. En met die ontwikkelingen zijn er een aantal belangrijke zaken gebeurd die ze in Vinkel nog nooit van de leven hadden gezien. Ze kregen namelijk in Vinkel een lift. Het is het eerste gebouw in Vinkel waar een lift in zit. Hoe mooi kan dat zijn? En een flessenautomaat om lege flessen in te leveren. Dat is ook de eerste plek in Vinkel waar dat gebeurde. Nou ja, de straat die is aan deze kant nog dicht. Maar zo'n oktober dan zal het helemaal open liggen. Er komen nieuwe rioleringen hier. Maar voordat het zover is, zijn wij natuurlijk wel met een auto hier dwalend terecht kunnen komen. Wij gaan even praten met Henry. Hij is de eigenaar van Koop in Vinkel. Henry Hubers van de Koop supermarkt, de Brugstraat nummer 4 in Vinkel. De enige in het dorp. De enige in het dorp, en daar houden we zo. Ja, want je kan bijna in het Guinness Book of Records. Want je hebt ervoor gezorgd dat de flessenautomaat en een lift naar Vinkel kwam. Ja, we gingen nieuw bouwen. En inderdaad, voor een dorpje, 2400 inwoners, hebben we een lift. Ja, dat was natuurlijk wel heel nieuw. En een flessenautomaat hadden we ook nog nooit gehad. Dus dat was 4 jaar geleden 2 vliegen in 1 klap. Ja, waar is het ooit begonnen? Want ik heb natuurlijk een heel klein beetje mijn huiswerk gedaan, 28 jaar geleden. Zou ik misschien een tikkeltje jaloers op jou kunnen zijn? Ik begon als melkboer. Ja, ik weet niet of je daar jaloers op moet zijn. Nou, ik ken de verhalen van de melkboeren. Ja, dat zijn verhalen. De waarheid laten we in het midden, hè. Maar zo is het wel begonnen? Ja, ik ben 28 jaar geleden begonnen als melkboer in het dorp hier. Een busje met een aanhanger. Helemaal alleen. 80 tot 100 uur werken per week. Ja, daar hou je niet vol tot je 50ste. Dus we zijn langzaam groter geworden op een gegeven moment de supermarkt. Nou, heb je hier die supermarkt 4 jaar staan. Complete nieuwbouw. Ik heb buiten al gezegd dat hier de Kleine Hoef stond. Een oud boerderijtje van ruim 300 jaar oud. Nu loop ik door de supermarkt heen. Maar waar ben je nou het meest trots op? Ja, we zijn natuurlijk van, ik ben alleen begonnen. En nu hebben we 20 man personeel. We zitten in een prachtig pand. We zitten in een dorp met 2400 inwoners. En ja, hier staat gewoon een dikke supermarkt. Ik kan natuurlijk met jou praten over jouw verse afdelingen. De verse, het brood, het beste vlees van Vinkel. De groenteafdeling. Je hebt wat de supermarkt hoort te hebben. Dat is allemaal aanwezig. Je hebt de Vinkelse broeder. Maar ik denk dat dit niet alleen de core business is. Want volgens mij zie ik heel veel wagentjes voor jou rijden. We rijden met 2 wagens inderdaad, rijden we rond. We hebben ruim 40 kinderdagverblijven waar we alles leveren. We hebben ook heel veel klanten van Cello, worden er steeds meer. Maar we hebben ook een heel goed team van personeelsleden. Kijk, iedereen kan een krop slaaf kopen, maar klanten willen netjes geholpen worden. En daar zijn ze hier voor aan het juiste adres. Wie is jouw oudste klant? Mijn oudste klant is mevrouw Boos Lee. Is 92 jaar. Ik kwam tot een half jaar geleden zelf nog met de fiets boodschappen doen. En die belt nou 1 of 2 keer per week belt ze op en dan brengen we het netjes naar huis, gratis. En wie is de jongste? Wie is de jongst geboren in het dorp? De jongst geboren, die is... Hoe je melkboer moet dat weten? Ja, mijn melkboer ben ik al 15 jaar niet meer. Dus die is 2 weken geleden geboren met een naam. De naam durf ik niet te zeggen. Maar goed, je weet het wel. Ja, jawel, we houden alles wel een beetje. We proberen het... Ja, ik zeg altijd zo, we zijn geen dameskapper wat dat betreft. We hoeven niet alles te weten. We willen het ook niet aan meedoen. Nee, want het is Koop en geen Koop. Ja, nee, zo is het. Het is geen rollenstation hier. Wij doen het gewoon netjes goed. Hoe spreek ik het eigenlijk uit? Zeg ik nou Koop of zeg ik nou Koop? Koop. Wij zeggen Koop. Koop. Die hebben ook verkiezingen, hè? Koop heeft interne verkiezingen. We hebben er 3 keer aan meegedaan nu. Een keer 2e, een keer 3e geworden. Het afgelopen jaar zaten we niet in de finale. Tenminste, niet bij de laatste 3.
We gaan er weer voor. En ja, er is maar één plekje over en dat is de eerste. En die willen wij deze jaar. Hoe gaat dat doen? Gewoon de basis goed, die hebben we goed. Klanten verwennen. Ja, daar zijn we gewoon super goed in. We doen dit al 28 jaar en wat dat betreft hoeven ze ons niks meer te leren. Henry, ja, ik wil weglopen, maar ik dacht aan één ding. Als jij in Vinkel zit, dan is het een kleine gemeenschap. Wat doe jij sociaal voor de gemeenschap? We sponsoren eigenlijk alles. We hebben laatst een mooie slagroomtaart naar de gemeenteraad van Den Bosch. Voor die molen? Voor die molen. Heel lekker. Daar hebben ze bijna allemaal een stukje op. Ik heb gehoord dat ze niet allemaal een stuk gehad hebben. We doen de voetbalclub, ja, alles. We hebben vorige week de KBO bestond 50 jaar. Die hebben we voor 180 man gebak gesponsord. En ja, dat betaalt zich dan ook wel weer terug in de winkel. Die mensen die vinden ook heel belangrijk dat de winkel in het dorp is. Kijk, en wij hebben de klanten nodig en de klanten hebben ons nodig. En wisselwerken. Het is niet anders. Zou jij mij willen sponsoren in de vorm van een Vinkelse broeder? Kom maar op. Kom maar even halen. We kunnen in een bos van echt Vinkels lekker naar je genieten. Dat gaan we doen. Is goed. Nou, ik vind het keihard fijn. We hebben toch weer een keer een arme student gesponsord. Ach, arm. Ja. Ik heb echt medelijden mee. Ja.